volken. De volken zijn vol van verwondering. En jij? En jij? Weet je, uiteindelijk draait het erom. Iedereen kan ergens gigantisch enthousiast over zijn. Maar de vraag is, en jij? We zijn begonnen dit jaar met een boodschap, terug naar het hart. En daar is op voortgebouwd. Terug naar het hart van God. Terug naar het hart van aanbidding. Terug naar het hart van onze oorspronkelijke bestemming als gemeente. Terug naar onze oorspronkelijke waarden. En in dat proces ontving Richard Jongeneel een beeld wat hij graag wil delen. Omdat het uitdrukt waar wij als gemeente staan. Ik werd eigenlijk overvallen door dat beeld. Want het was de vierde keer in mijn leven dat ik hetzelfde beeld kreeg. En wat ik zag was het volgende. Ik zag een gebouw. En ik wist dat dit de kerk was, dat wij dat waren. Ravel. En ik zag vier poorten. En vier muren, zeg maar, van het gebouw waren vier poorten. En er kwam licht uit. En bij de ene poort was liefde. De andere poort was ervaring. De derde poort was vergeving. En dat was heel fijn, want het waren de drie waardes waar deze gemeente ooit, zeg maar, ja, het ligt aan het fundament. En de vierde poort was aanbidding. En het was wat van ons uitging. Het was licht wat uit die kerk ging. Liefde, vergeving, ervaring en aanbidding. En toen ik dat gedeeld had, liep ik even daar rond en ik kwam een grote broer tegen, Zijbrand, en die zei tegen mij, grappig hè, liefde, ervaring, vergeving, aanbidding, dat is het woord lava. Nou, hij had lol, ik had lol, maar het liep me niet los. Ik denk, hier, dat is niet voor niks, lava. En dat viel, en ik ben daarna weer naar voren gegaan, ik zeg, ik wil dit kwijt. Liefde, aanvaarding, vergeving, aanbidding is lava. En lava is iets heel raars. Dat is een uitbarsting van iets. Daar komt lava uit voort. En het is enerzijds gigantisch vernietigende kracht. Want er is niks wat tegen die warmte kan. Want lava overspoelt het, verbrandt het en gaat weg. Aan de andere kant is het, als het afgekoeld is, het meest vruchtbare grond die er maar bestaat. En er zijn hele eilanden ontstaan. En niet zulke eilanden. Nee, Hawaii. Iets waar we eigenlijk wel heel graag wel heen zouden willen. Maar dat, zoiets moois kan eruit ontstaan. Uit lava. En ik denk dat is wat God ook kan. Als wij liefde, aanvaarding en vergeving beleven met elkaar. En uitreiken. En in aanbidding naar hem toe. En met elkaar daarin uitgaan. Dan is dat lava. Dan ontstaan er fantastisch mooie dingen. En dat is, denk ik, dat kwam echt op mijn hart. Dit is wat God, het woord voor deze gemeente, nu heeft. Voor het komende jaar zeker. Halleluja, dankjewel. Dankjewel, wauw. Ja. Dat is het snijpunt waar hemel en aarde elkaar raken. De slogan van deze gemeente. Wij willen dat we... Oh ja, die heb ik niet meer nodig. Nee. Halleluja. Ja, sommige mensen willen altijd al de dubbel op. Hè? Dus ik... Ja, het snijpunt waar hemel en aarde elkaar raken. Deze gemeente is gebouwd op in de eerste plaats aanbidding. Op het hart van God van liefde, aanvaarding en vergeving. En daardoor het komende koninkrijk van kracht door de Heilige Geest. Moet je eerlijk zeggen dat er in mijn hart een diep verlangen is om die oorspronkelijke waarden niet alleen maar in ons hoofd te hebben, maar ook in ons hart en in onze handelingen. Je kunt teruggaan naar het hart en vervolgens daarvan blijven genieten, maar uiteindelijk het moet werkzaam worden in en door de kerk van Jezus Christus heen. Matteüs 22, vers 36 en tot en met 40, daar wordt aan Jezus de vraag gesteld door iemand die zei van, meester, wat is nou het allergrootste gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, dat is dit. Je zult je Heer, je God liefhebben
Met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede daaraan is gelijk, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangen heel de wet en de profeten. Dus dat is de kapstok van alles wat de profeten en de schriften ons proberen te vertellen. Liefde voor God en liefde voor elkaar. Uiteindelijk daar draait het om. Liefde voor God en liefde voor elkaar. De Bijbel zegt, en Jezus die geeft het aan, hij zegt, mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, maar hoe? Want liefde, dat is een begrip dat kan op een gegeven ogenblik aan waarde inboeten als je niet meer weet waar het werkelijk over gaat. Dus mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Dus dat is de allerhoogste standaard. Hoe wil jij dat Jezus jou lief heeft? Onvoorwaardelijk, zonder agenda, zonder voorwaarden vooraf, lief hebben om lief te hebben om lief te hebben. Jezus zegt, Paulus zegt in Romeinen 15, aanvaard elkaar daarom ter ere van God. Hoe? Zoals Christus u heeft aanvaard. Opnieuw de allerhoogste norm, de aanvaarding van Jezus Christus is de norm waarin wij elkaar aanvaarden. En vergeving precies zo. Vergeef elkaar zoals de Heer u vergeven heeft. Colossenzen 3 vers 13. Met andere woorden, als kerk hebben wij misschien de neiging om te zeggen, dit is het maximale wat ik te geven heb. Of dit is het maximale waar ik zin in heb. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we beseffen dat wat we te geven hebben niet afhankelijk is van onze eigen limieten. Niet afhankelijk is van ons eigen verlangen. Niet afhankelijk is van onze eigen mogelijkheden of onmogelijkheden. Maar dat wat we te geven hebben is afhankelijk van de normen die God uitwerkt in ons. En wat we hebben ontvangen mogen we geven. Zo simpel is het. En je kunt honderden redenen bedenken waarom dat niet zou kunnen. Er is maar één reden nodig om het wel te kunnen. En dat is gewoon doen wat de Bijbel zegt. Gewoon, als de Bijbel zegt dat dat de opdracht is, dan is het dus ook mogelijk. Zeg even tegen degene die naast je zit, het is mogelijk. Het is mogelijk. Liefde, aanvaarding en vergeving. Volgens de normen van Christus, het is mogelijk. Weet je, iedereen van jullie heeft eigen aardigheden. Iedereen heeft zijn eigen aardigheden. Sommigen hebben ook eigen onaardigheden. Maar iedereen heeft hier zijn eigen aardigheden. En Jezus heeft gekeken en gehandeld ver voorbij ieder van onze eigen aardigheden en onze onaardigheden. De duivel wil ze benadrukken. De duivel, de diabolos, dat betekent uiteenwerper, is voortdurend bezig alles uit elkaar te spelen. En Jezus zegt, ik wil het allemaal bij elkaar brengen aan de voet van het kruis, bij elkaar brengen bij het vaderhart van God, bij elkaar brengen daar waar dingen werkelijk zin krijgen, een bedoeling krijgen. En Matteüs 20 vers 30, daar zegt Jezus, wie niet met mij bijeenbrengt, wie niet met mij samenbrengt, die verstrooit. Met andere woorden, jij en ik, wij zijn dus deel van de oplossing of van het probleem. We zijn deel van het probleem, dus we spelen uit elkaar, dat is wat diabolos doet, dat is wat de uiteenwerper doet. Of we brengen bij elkaar. Dat is een keuze. Het is een hele simpele, niet makkelijk uit te werken, maar hele simpele keuze. En ik geef toe dat ik nog geen expert ben. Ik wil het wel worden in dit leven. Dus ik ben... Oh Heer, help. Nou, dat is trouwens een heel goed gebed. Dat is het beste gebed wat je... Help. Oké, er is dus geen neutrale grond.
Het is dus of het een of het ander. Vandaag wil ik niet inzoomen op alle drie de onderwerpen. Dat heb ik een poosje geleden al een keer gedaan. Ik wil vandaag inzoomen. En dat is waar God me bij bepaalde voor deze zondag. Ik wil inzoomen op vergeving. En gisteravond tijdens de gebedstijd ervoeren we de herademing die God voor ons heeft in dat onderwerp vergeving. Vergeving is, by the way, de ultieme liefdestest. Er is geen steviger liefdestest dan vergeving. Als iemand jou echt pijn doet. Als iemand je echt pijn heeft gedaan. En iedereen van ons heeft misschien in zijn of haar leven ervaringen waarbij je zegt van dat was onvergeeflijk over de grenzen van wat oké is. Dit ging zo ver over de grenzen. Ik weet niet of ik dit ooit wil of kan vergeven. En neem van mij aan, ik weet ook wat dat betekent. En ik weet ook wat er gebeurt als je opstand in je hart toelaat. En ik weet ook wat er gebeurt als je bitterheid in je hart toestaat en die wortel van bitterheid gaat voeden. Maar wat doe je nou als iemand je echt tot in je ziel heeft gekrenkt, ergens in je leven? Wat doe je dan? De Bijbel is daarin pijnlijk helder. De Bijbel zegt, de ultieme liefdestest is liefde, ze neemt niemand iets kwalijk. Of zoals de Naardense Bijbel het omschrijft, en die vind ik briljant. De Naardense Bijbel zegt, de liefde is geen boekhoudster van het kwaad. In alle eerlijkheid, God is liefde. Dus God houdt geen boekhouding bij van het kwaad in jou en mijn hart, hoofd of handelen. God houdt daar geen boekhouding van bij. Ik snap er niets van. Want je zou zeggen van, Heer, ik weet nog donders goed waar ik over de scheef ben gegaan. Ik weet nog donders goed waar ik mis ben gegaan. Ik herinner het me als de dag van gisteren. Ik probeer het wel te blokken. Ik probeer het op een of andere manier buiten mijn systeem te houden. Maar het zit erin. En God zegt, jij houdt misschien nog boeken bij van jouw kwaad. Ik niet meer. Want als er vergeving is gekomen, dan is het weg, 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 weg. Dus liefde houdt geen scorekaart bij over de dingen die mensen je aandoen. Houdt geen scorekaart bij van de dingen die je zelf hebt gedaan. Echte liefde, als God echt in jou overwint, dan is die scorekaart weg. Twee vrienden waren ooit eens een keer met elkaar in gesprek. En de een zei tegen de ander, als mijn vrouw en ik ruzie hebben, dan wordt ze altijd historisch. En de ander zegt, je bedoelt waarschijnlijk hysterisch. Nee, zegt hij. Nee, ik bedoel niet hysterisch, ik bedoel historisch. Ze pepert me alles in wat ik ooit in mijn leven heb misgedaan. Zo is God niet. Zo is God niet. De liefde is geen boekhoudster van het kwaad. En het wordt tijd dat we stoppen met munitie achter de hand te houden. Ik weet wat het is om zo'n pakketje munitie achter de hand te hebben. Voor tijden dat het nodig is. En ik wil ervoor kiezen om het achter te laten aan de voet van het kruis. Waar het weggedaan wordt, zover als het oosten is van het westen, zover doet God niet alleen mijn overtredingen van mij, maar ook de overtredingen die tegen mij aan de orde waren. Vergeving is zonder twijfel de moeilijkste liefdesdaad die er bestaat en het is de ultieme liefdestest. Er bestaan helaas wel wat misverstanden over wat vergeving werkelijk is.
Ik heb een paar vragen. Gewoon eventjes. Ik wil dat mensen heel even voor zichzelf vaststellen. Is dit waar of is dit niet waar? Oké, waar of niet waar? Je hoeft een ander niet te vergeven totdat ze daarom vragen. Neem van mij aan. Ik heb een keer met een voorganger ergens uit het land een discussie gehad over deze uitspraak. En hij was er echt van overtuigd, en zijn vrouw ook. Ik vraag me af hoe het huwelijk eruit ziet. Maar ze waren er echt van overtuigd dat je geen vergeving hoeft te schenken totdat er om gevraagd is. Nou, oké. Twee. Vergeving betekent dat je de gebeurtenis of de pijn die dat heeft veroorzaakt bagatelliseert. Vergeving betekent herstel van vertrouwen en hereniging van de relatie. Is dat waar of niet waar? En je hebt niet echt vergeven totdat je het ook hebt vergeten. Waar of niet waar? In alle eerlijkheid, alle uitspraken zijn niet waar. Alle uitspraken zijn niet waar. Als je de Bijbel serieus bestudeert, dan kom je erachter dat al deze uitspraken niet correct zijn. Het wordt wellicht dus tijd om eens even te kijken naar wat Gods waarheid erover is. En voordat je daarnaar kijkt, wil ik even met je mee uitdiepen van wat het dan inderdaad niet is. Vergeving is niet het bagatelliseren van de impact van de gebeurtenis. Dat is geen vergeving, dat is stupiditeit. Dan wordt de zonde en de vergeving wordt goedkoop. Als er over jouw grens is gegaan en er is schade berokkend, dan is het stupiditeit om het te bagatelliseren. Niemand leert ervan en niemand wordt er beter van. Er is een verschil tussen een onopzettelijke misser of een opzettelijke misdraging. Een misser vraagt niet om vergeving, een misser vraagt om geduld en aanvaarding. Een opzettelijke misdraging vraagt wel om vergeving. Dat poets je by the way niet weg. Dat is een serieuze geestelijke stap over de hobbel van de pijn heen. Punt 2. Vergeving betekent niet dat je je relatie weer oppakt zonder dat er veranderingen worden nagestreefd. Vergeving staat niet gelijk aan instantelijk herstel. Herstel van vertrouwen is iets dat vraagt ook weer het opbouwen van nieuwe, betrouwbare momenten in je relatie. Er zijn mensen, en ik heb ze zat gesproken in de loop van de tijd, die niet durven vergeven omdat ze doodsbang zijn voor het feit dat ze vanaf dat moment weer even kwetsbaar moeten worden als ze voor die tijd waren. Ik durf niet te vergeven, want ik ben zo bang dat die ander weer over mijn grenzen gaat. Je kunt vergeven zonder dat je je grenzen weer openstelt. Je kunt echt vergeven zonder dat je je grenzen weer openstelt. Vergeving en vertrouwen, dat is iets totaal anders. Vergeving is instantelijk. Vertrouwen moet weer worden hersteld, moet weer worden opgebouwd en dat vraagt tijd. En by the way, vergeving, dat bevrijdt de ander uit de gevangenis van jouw persoonlijke veroordeling. Maar het effect is dat jij uiteindelijk ook bevrijd wordt uit dezelfde gevangenis waar je samen met die ander in zit. Want als jij niet vergeeft en je sluit die ander op in de gevangenis van jouw persoonlijke oordeel, dan zit jij samen met die ander in dezelfde gevangenis. Maar vergeving en vertrouwen, dat zijn dus twee verschillende dingen. Vertrouwen kun je in één ogenblik verliezen, maar vergeving, dat is iets, dat is instantelijk. Jouw verantwoordelijkheid is om te vergeven, die ander zijn verantwoordelijkheid is om opnieuw vertrouwen op te bouwen. Nou, wat is daarvoor nodig? Simpel, oprechte bekering.
Sommige mensen zeggen van, ik heb me één keer bekeerd, dat hoef ik dan toch niet iedere keer te doen. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb regelmatig dingen waarvan ik denk, daar moet ik me wel van bekeren. Het zijn niet meer de dingen van het begin, maar het zijn nog steeds dingen. Om een relatie te herstellen is het ook nodig dat de schade die je hebt aangericht, dat je voor zover dat in je vermogen ligt, dat je dat herstelt of vergoedt. Het principe van vergoeding en restitutie zijn simpele dingen die Jezus ons leert. En de dader, die mag zich gaan inspannen om het vertrouwen opnieuw waard te zijn. En dat betekent dat je stap voor stap kunt terugkeren naar gezonde, stevige grond. Maar dat vraagt echt tijd soms. Verzoenen, vergeven, vertrouwen. Het is een delicaat pakketje. Waarbij dus de dader niet kan of mag eisen dat die ander weer onmiddellijk normaal doet. Als het niet normaal voelt. Het was onveilig. En er moet weer veiligheid ontstaan. Nou, wat is echte vergeving dan wel? Echte vergeving kent drie stappen om te zetten en die drie stappen staan los van de reactie van een ander. De eerste is, ik leg mijn recht op vergelding af. Ik laat het los. Ik laat mijn recht op wraak los. De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 19, neem nooit wraak, vrienden. Laat het maar aan God over. Want hij heeft gezegd, als er gestraft moet worden, dan dat is mijn job. Ik zal het ze betaald zetten, maar jij niet. Let op het woordje, ik wil dat je echt even goed leest, let op het woordje nooit. Ik ben expert in het vinden van uitzonderingen op wat de Bijbel zegt. En ik loop al een tijdje samen met jullie op en ik ben ervan overtuigd dat de meeste van jullie ook exact weten hoe je uitzonderingen op regels kunt bedenken. Op een dag zal God alle rekeningen vereffenen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat gisteravond realiseerde ik me dat stel je nou eens voor dat jouw grootste hindernis in dit leven, die misschien op dit moment nog steeds geen kind van God is, stel je voor dat hij zich op het allerlaatste moment bekeert. Word je dan blij? Of denk je, oh nee, de eeuwigheid ga ik met die persoon doorbrengen. Ja. Als de Bijbel zegt laat los en je zult losgelaten worden, dan is het een serieuze uitspraak. Ik hoor dus iemand zeggen, als iemand je kwaad doet, dan plaats je jezelf beneden die ander. Als je vereffening zoekt, dan kom je op gelijk niveau. Maar als je vergeeft, dan plaats je je ver boven die ander als een overwinnaar. Omdat je niet meer de omstandigheid of het hart van die ander laat bepalen hoe je erin staat, maar de norm van God. Doe je dat niet, dan brokken je jezelf enorm veel kwaad en bitterheid en opstand in je hart maken jou uiteindelijk ziek. Bitterheid maakt ziek. Bitterheid maakt ziek. Een schadelijke emotie. Dat is als een heidebrand die in je hart maar doorgaat en doorgaat totdat uiteindelijk alles werkelijk verteerd is. Als je niet vergeeft, dan verandert dat niets aan het verleden. Het verruineert wel jouw heden en je toekomst. Ik wil je vragen, hoeveel macht wil je degene die jou heeft beschadigd, hoeveel macht wil je die ander nog geven? Vandaag en in de toekomst.
Want dat is uiteindelijk wat je doet. Op het moment dat je dus niet vergeeft. Op het moment dat je zegt, ik blijf in mijn hart tegen jou strijden. Dan wordt die persoon het punt van focus voor jouw bestaan. En als we dus hebben gezongen, by the way, dat lied. Oh, één ding, hebben jullie het zelf geschreven? Naar aanleiding van het jaarthema? Wauw. Ik dacht het al. Ik dacht bij mezelf, dit is zo'n jaarthema. Als een andere gemeente dat geschreven heeft, dan zijn we wonderbaarlijk samen op weg. Maar dit is dus door jullie geschreven. Wauw, even een applaus. Mijn punt van focus wil zijn, verblijf in Gods huis, in de vaderarmen van papa God, in de genade van Jezus Christus, omgeven door de Heilige Geest, dat is wat ik wil. En al het andere verdient mijn focus niet. En jou ook niet. Waarom zou je überhaupt mensen vergeven? Ik noem even 4 korte redenen. God heeft jouw overtredingen vergeven. Als dat geen reden is. We leren bidden van vergeving in de mate waarin wij anderen vergeven. Vergeeft u ons. Dus met andere woorden, wil ik de rem zetten op Gods vergeving in mijn leven? Dat wil ik niet. Ik heb het nodig om los te laten in verband met mijn eigen geestelijke gezondheid. Dat is de tweede reden. En de derde reden is, ik zal ook in de toekomst Gods vergeving nodig blijven hebben. Er is één kanaal waar alles doorstroomt. Eén kanaal. Sommige mensen denken dat er meerdere wegen naar Jezus of naar de Vader zijn. Dat is niet waar. Eén weg. Alleen Jezus. En er is één kanaal. En dat is het kanaal van jouw hart, van jouw geloof. En door dat kanaal stroomt alles naar binnen. En door dat kanaal stroomt alles naar buiten. En op het moment dat je zegt, ik blokkeer het in de weg naar buiten. Dan zit die blokkade er ook op de weg naar binnen. Dus ik wil even uitleggen dat God niet zegt van, ik dreig hiermee. Als jij niet vergeeft, dan stop ik ook met vergeven. Nee, hij bedoelt te zeggen, op het moment dat jij een blokkade opwerpt in jouw kanaal van vergeving, dan giet God er wel in, maar dat kan je nooit meer bereiken, omdat het kanaal verstopt zit. Snap je heel even dat God niet zegt van, hey, boontje komt om zijn loontje, of loontje komt om zijn boontje, andersom is het, hè? Oké, lekker peu, weet je wel? God kent geen lekker peu. God zegt, ik wil dolgraag mijn liefde, mijn aanvaarding en mijn vergeving door dat kanaal blijven laten stromen naar jouw innerlijk. Maar op het moment dat jij blokkeert wat ik erin giet, doordat je het kanaal afsluit, dat maakt ongezond. Als jij de ander niet loslaat, dan word je dus een vechter. Met een focus op wat je juist niet wil. Oké, stap 1 was ik leg mijn recht op vergeving af. Stap 2 is, ik reageer met het goede op het kwade. Dat is een pittige. Ik reageer met het goede op het kwade. Jezus zegt in Lucas 6, in de Naardse Bijbel, heb je vijanden lief. Doe wel aan wie u haten. Zegen wie je vervloekt. Bid voor wie jullie krenken. Let even op 3 werkwoorden. Het zijn dus niet 3 zeg maar statements of faith. Het zijn 3 activiteiten. Doe wel. Zegen. En bid. Doe wel, zegen en bid. Dat zijn de ultieme bewijzen van echte liefde. Wil je leren liefhebben als Jezus? Reageer dan op het kwade met het goede. Iedereen kan kwaad met kwaad vergelden. Daar zijn we met z'n allen, denk ik, wel redelijk ervaren in geraakt.
En iedereen kan ook goed met goed beantwoorden, want dat is leuk. Als mensen lief voor je zijn, is het heel makkelijk om lief terug te zijn, toch? De christelijke uitdaging is, die Jezus neerlegt voor ons, is om dus kwaad niet met kwaad te vergelden alleen, niet goed met goed te beantwoorden, maar kwaad met goed te beantwoorden. Kwaad met goed tegemoet te treden. Romeinen 12, vers 21 zegt, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Sommige mensen die kwaad doen, denken dat ze een machtspositie hebben. Totdat jij kwaad begint te beantwoorden met goed. Dan verandert de machtsbasis. Want die ander kan je niet meer raken. En die ander die wordt helemaal hysterisch van het feit dat je niet meer te raken bent. En dat er alleen maar liefde terugkomt. Ik heb ooit een keer een collega gehad, het eerste bedrijf waar ik werkte. Ik was nog een jong jochie en degene die mij moest inwerken, dat was echt een hork. Het was een hork der horken. Het was zo'n hork, dat ik op een gegeven ogenblik 's morgens samen met Jannie thuis zat te bidden, omdat ik buikpijn had om naar mijn werk te gaan. Ik had echt buikpijn. Ik werd er bijna misselijk van. En Jannie en ik, wij zegenden hem dan. En we zegenden hem, en we zegenden hem, en we zegenden hem. En ik dacht bij mezelf, je verdient daar niks van. Maar we zegenden, en we zegenden, en we zegenden. En uiteindelijk veranderde het heel langzaam, een stukje beetje. Jaren later, toen ik bij de Rabobank werkte, kwam ik hem weer tegen. En hij kwam naar me toe en hij omarmde me alsof ik zijn beste vriend was. En ik denk, waar komt dit vandaan? Hij zei, ik heb zulke goede herinneringen aan de tijd dat wij samenwerkten. Ik voelde me bij jou zo veilig en geliefd. Dat is denk ik uiteindelijk, weet je... Zijn gedrag, dat was ingeslepen gedrag. En hij kon het misschien niet heel goed vormgeven, maar op een of andere manier ben ik wel, en dat was vooral dankzij de volharding van Jannie, Jezus voor hem geweest op de workplace, in de workplace. Oké, even een serieuze vraag. Hoe weet je nu of je iemand echt hebt vergeven? Ik geloof dat de ultieme... Het ultieme bewijs van echte vergeving is als je de ander echt het goede toewenst in je hart. Als je de ander echt het goede toebidt in je hart. En je kunt dus echt blij zijn als het goed met die ander gaat. Soms staan je eigen pijn en je verwondingen dat erg in de weg. Maar het is goed om door te voelen naar de pijn in de ander. Want het probleem is dat mensen die jou hebben verwond... zijn vaak zelf ook eerder verwond. Verwonde mensen, verwonde mensen. Verwonde mensen, verwonde mensen. En dat betekent dus dat je mag doorvoelen naar de pijn van die ander. En dus eigenlijk mag bidden, Heer, wilt u dit slachtoffer, wat nu een dader is geworden, wilt u dit slachtoffer genezen, helpen. En zorgen dat dat daderschap hier stopt. Jij kunt de cyclus breken. Het is goed om te beseffen dat jij de cyclus kunt breken door jouw keuze. Je overwint het kwade met het goede. Dat kun je niet uit jezelf, by the way. Ik kan het niet uit mezelf. Ik ben eigenlijk soms een heel rancuneus klein jongetje. En Jezus kan het wel in jou. Kracht van Jezus, met de kracht van de Heilige Geest. De eerste stap was, ik leg mijn recht op vergelding af. De tweede was, ik reageer met het goede op het kwade. En de derde stap is deze. Herhaal dat zo vaak als het nodig is.
Ai. Petrus die vroeg ooit aan Jezus, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Weet je, Petrus was een beetje, hij dacht echt dat hij een hele goede beurt maakte. Hij dacht echt, weet je, de Joodse wet zegt 3 keer en dan is het over. Dus hij denkt, nou, ik verdubbel het en doe er eentje bij voor de zekerheid. Hij dacht echt dat hij een topbeurt maakte. Hij dacht, ik krijg complimenten. En Jezus zegt, niet helemaal begrepen, jong. Jezus antwoordde niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Dus 390 keer, dan raak je de tel bij kwijt. Dat zeg ik, 490 keer. Zei ik 370? Even kijken of er goede rekenaars in het publiek zitten. 470 keer. Dan raak je de tel bij kwijt. Eigenlijk zegt Jezus, zolang je nog telt, telt het niet. Dat is wat Jezus zegt. Zolang je nog telt, telt het niet. Wie van jullie wil er graag een boekhouder van het kwaad zijn? Dat doe je als je blijft tellen. En natuurlijk 70 x 7, dat staat voor oneindig. Maar laten we even wel zijn. Als je 490 keer bijhoudt in je boekhouding, en bij de 491ste keer denk ik, katje, nou heb ik het recht. Dan ben je niet helemaal bezig op de manier waarop Jezus het bedoelde. Ik wil niet tellen. Zolang het telt, telt het niet. Zolang jij nog telt, telt het niet. Clara Burton, dat was de oprichter van het Amerikaanse Rode Kruis. Die was ooit in haar leven ontzettend, 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 ontzettend beschadigd. En later in het veld kwam ze die persoon opnieuw tegen. En haar medewerkers wisten wat er gebeurd was. En Clara Burton sprak alleen maar zegenende goede dingen over die ander. En die medewerkers zeiden van, hoe is dit in de lieve vrede mogelijk? Wij weten wat er heeft plaatsgehad. Herinner je je dat dan niet? En Clara Burton zei, ik herinner mij nog exact waar ik het heb achtergelaten. Mijn vraag is, hoe ga je om met ernstige beschadigingen? Ik heb er ontzettend veel moeite mee gehad in mijn leven. En ik heb het wel eens verteld en ik ga dat niet allemaal uitgebreid weer vertellen. Maar ik ben ooit als jongetje ben ik gruwelijk, 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 gruwelijk te grazen genomen. En de werkelijkheid was dat er in mij een haat brandde die zo groot was dat niets dat vuur kon doven. Zelfs toen ik christen was al. Ik had het weggestopt, want ik wilde veilig leven. Ik had het weggestopt in een heel dichtgetimmerd, luchtdicht compartiment van mijn diepste innerlijk. En af en toe kwam het naar buiten. Ik weet nog dat we waren met onze kinderen waren we naar Frankrijk geweest en we hadden bij de Belgische snelwegen gezien dat er een zoektocht was naar Judy en Melissa die te grazen waren genomen door een meneer die Dutroux heette. En in mijn preek zei ik van iedereen, ik sprak over vergeving, iedereen heeft recht op vergeving. Uiteraard behalve Dutroux. Natuurlijk, we geven hem een Bijbel. En we bidden met hem het gebed van vergeving. En daarna, als hij tegen de muur gaat, ben ik de eerste die volunteert om een kogel af te schieten. In een preek, weet je wel, dat is niet helemaal gezond.
Het is niet echt hoe je in een kerk preekt. En toen dacht ik, oeps, hier is nog werk aan de winkel. En dat vond God ook. En God stuurde iemand uit Amerika om met mij aan het werk te gaan. Om ermee aan de slag te gaan. En meerdere keren, een oudere dame van ver over de 70, was door God gestuurd om mij door de principes van Cleansing Stream heen te halen. Cleansing Stream bestond toen nog niet in Nederland. Maar ik ging met haar door de principes van Cleansing Stream heen. Tot het punt waarop ze zei, en nu wordt het tijd dat jij gaat toegeven waar je vergeving mag schenken. En ik zei, no way, dat zit diep weggeborgen en dat gaat niet tevoorschijn komen. Toen ze bleef aandringen heb ik gezegd, ik wil dat je nu weggaat. Ik heb haar weggestuurd. Volgende dag kwam ze terug. En toen zei ze, Richard, hoe ver ben je nu? Ben je al bereid om te vergeven? Ik zeg, maak dat je wegkomt. Dit is niet bespreekbaar. Derde dag kwam ze terug. En inmiddels was ik gebroken. En ik heb het eruit gegooid. En ik heb gebeden, het gebed dat Jezus bad aan het kruis. Vader, vergeef het hem, want hij wist niet wat hij deed. Ik weet niet of ik dat op dat moment echt voelde. Ik wist dat het Bijbels was. En ik wist dat ik uit mijn eigen gevangenis moest. Ik wist niet eens of die persoon nog steeds leefde. Maakt er niet uit. Verdraag elkaar en vergeef elkaar zoals de Heer u vergeven heeft. Zo moet u ook elkaar vergeven. Dat is alle reden die ik nodig had. Ik weet niet hoe het met jou staat. Misschien zijn er dingen in jouw leven gebeurd waarvan je denkt, ik heb het weggesloten in een diep compartimentje, mijn leven luchtdicht verpakt, zodat niets en niemand er ooit bij kan. Of misschien heb je al eens pogingen gedaan, maar ben je nog steeds niet op het punt gekomen om echt werkelijk te bidden, Vader vergeef het hen, want ze wisten niet wat ze deden. Ik geloof dat het tijd wordt. Dat als we op dit moment een jaar aan het ingaan zijn. Waarin God zijn glorie wil gaan uitwerken over, in en door zijn kerk. Dat alle kanalen schoon mogen worden. Ik geloof dat het gewoon tijd wordt. Het spijt me verschrikkelijk als je denkt, ik ben er niet aan toe. Misschien is God er wel aan toe. Misschien is God er wel aan toe. Afgelopen week hebben we een fantastisch moment gehad. Peter en Jacqueline hebben vele jaren geleden een brief geschreven aan mijn beste vriend en eerste medewerker in het voorgangersteam. Paul Westerlaken. Destijds had onze gemeente verlaten. Had voor mijn gevoel mij verlaten. En dat was een diepe wond. Ik had al lang vergeven hoor. Ik had al lang vergeven. En hij waarschijnlijk ook. Want als dat soort dingen gebeuren, dan is dat meestal een proces waarbij twee partijen niet altijd even zegenrijk tegenover elkaar staan. En al die jaren, we hadden elkaar al in de arm gesloten, we hadden elkaar al gezegend, we hadden elkaar al allerlei goede dingen gezegd. Ik heb jarenlang verlangd naar een moment van echte afsluiting en een nieuwe start. En afgelopen zondag, na de dienst, kwamen we bij elkaar, Peter en Jacqueline, Maarten en Annelies, Jannie en ik en Paul. En dan kun je dus denken van, oh, dan zullen ze wel historisch zijn geworden. Alles met elkaar nog eens even doornemen van wat er ooit gebeurd is.
niets. Er is niets besproken van wat er gebeurd is. Zal ik je zo vertellen wat er alleen maar overbleef? En Annelies verwoordde dat zo prachtig. Ze zei, weet je, alles wat er gebeurd is, dat doet er helemaal niet toe. Het enige wat er in mijn hart is overgebleven, is liefde. En allemaal, terwijl we elkaar in de armen vielen, terwijl er tranen stroomden, terwijl we met elkaar vierden dat er een afsluiting was en een nieuw begin, we ervoeren dat het enige wat er was overgebleven van het verleden, is liefde. Zal ik je wat vertellen? God is gespecialiseerd in dit soort wonderen. En God is gespecialiseerd in wonderen boven bidden, boven denken, boven verlangen, zelfs boven jouw bereidheid. Ik zeg je, jouw bereidheid is niet het allerbelangrijkste. Jouw gehoorzaamheid is het allerbelangrijkste. Gewoon durven gehoorzaam zijn boven waartoe je eigenlijk bereid bent. Ik wil tegen je zeggen dat God je worstelingen ziet, herkent en erkent. En ik wil graag een gebed met jullie bidden. En ik zou je willen vragen om even te gaan staan. Je hand op je hart te leggen. En zeg het maar gewoon tegen de Heer. Heer, ik wil vergeven en vrijlaten. Ik geef al mijn pijnlijke herinneringen aan u. En ik geef mijn recht op vereffening, geef ik op. En ik leg mijn rechten aan de voet van het kruis. Het kruis waar u bad voor uw overtreders. En ik bid nu met dezelfde woorden. Vergeef hem of vergeef haar. Want ze wisten niet wat ze deden. Ik breek nu uit mijn eigen gevangenis en ik kies ervoor om verder te gaan met mijn leven. Ik wil leven voor uw doel en tot uw eer. En ik dank u wel dat u mijn hart vult met liefde, met uw aanvaarding, met uw vergeving. Ik verwelkom op dit moment het bovennatuurlijke wat ik vanuit mijn menselijke natuur niet kan opbrengen. Ik wil mijn hart openzetten en ik wil herademen. Ik wil herademen. En voor die mensen die misschien zichzelf niet kunnen vergeven, bid dan op dit moment, Heer, ik vergeef ook mezelf. Ik vergeef mezelf. Omdat ik weet dat u mij vergeeft. En ik wil op dit moment, wil ik naar u uitspreken dat ik alles eraan wil doen. Om het ook in de relaties die ik zelf heb vernietigd in orde te maken. In Jezus' naam. Amen. Er is lang geleden ooit een lied geschreven door Graham Kendrick. Tikkie krom vertaald. Omdat het allemaal al in het verleden is geplaatst. Volgende dia staat die tekst. Volgende dia. Ja. Daar staat uw tederheid genas, wat er bitter in mij was. Nou, ik heb dat lied altijd anders gezongen. In de tijd dat ik het hardst worstelde met vergeving. En ik zong altijd Uw tederheid neemt weg al mijn bitterheid. Omdat ik nog niet zover was dat ik kon zeggen dat ik genezen was. Dus ik zong altijd, O Heer, uw tederheid neemt weg al mijn bitterheid. Maakt me niet uit welke versie jij wil zingen nu. Je hoeft niet iets te doen dat niet echt de werkelijkheid representeert. Maar de werkelijkheid is wel dat of je dat zingt
in het verleden, het is gebeurd. Of dat je zingt, het is aan het gebeuren. Het is een hemelse werkelijkheid die alle records, alle boekhouding gaat overschrijven. Ben je bereid om het te zingen? Laten we het doen. Uw tederheid genas, wat het bitter in mij was, uw heil neem ik aan. O Heer, uw liefde overwon, keerde al mijn boosheid om. Terwijl we dit blijven zingen, wil ik vragen of de mensen die op dit moment in staat zijn om te geven uit het ministerieteam, dat die hiervoor gaan plaatsnemen. En het is geen tijd voor gebed of ministry. Het is tijd dat er hier mensen staan die degene representeren die jou hebben pijn gedaan. Dit zijn de meest mooie mensen die er bestaan. Maar zij representeren op dit moment degene die jou pijn hebben gedaan. Of ze representeren de mensen die jij pijn hebt gedaan. En ik wil dat je op dit moment, terwijl we gewoon blijven zingen, dat je naar deze mensen toe gaat. En dat je vergeving vraagt als jij vergeving moet vragen. Zij representeren de persoon aan wie je vergeving vraagt. Later kun je dat nog uitwerken met de persoon zelf, als ze nog leven. Of je kunt op dit moment toegaan naar zo'n persoon die degene representeert die jou heeft beschadigd. En het enige wat je hoeft te doen is op dat moment of je die persoon nou om de hals valt of alleen een hand geeft. Dat je tegen die persoon zegt, ik vergeef je. Ik vergeef je. En ik laat op dit moment mijn oordeel en mijn pijn achter aan de voet van het kruis. Om het niet mee terug te nemen naar mijn plek. Tederheid genas, wat er bitter in mij was, uw heil neem ik aan, o Heer, uw liefde overwon, keerde al op dit moment naar voren komen. Dit is een tijd waarin je zaken doet met God. Dus kom gewoon. Ik weet dat er op dit moment een plek is waar hemel en aarde elkaar raken. En waar dingen voor altijd worden opgeruimd. Dus kom.